Dag dames en heren, leuk dat u weer kijkt naar het alweer derde schaatsjournaal van 2021 van weerplaza. Ja, we zijn al een aantal dagen onderweg met het ijsjournaal, terwijl er eigenlijk vandaag deze zondag pas voor het eerst echt sprake was van winterweer en hoe heel Nederland was in de ban van de sneeuw die viel. En er is op sommige plaatsen veel sneeuw gevallen, sterker nog, er valt Vanavond, vannacht en ook maandag nog wel een beetje sneeuw. Maar de schaatsliefhebbers onder ons, ja, die kijken toch ook al een beetje naar hoe het water er op dit moment bij ligt. Heel veel watertjes zijn nog open. Maar niet allemaal. En we zien het hier eigenlijk ook al op het randje van de foto bij dit kleine watertje in Overijssel. Een beetje sneeuwijs aan de randen. Maar er zijn ook al beelden binnengekomen dat dat sneeuwijs een hele waterpartij in zijn greep heeft gehouden. Ja, en als dat ijs gaat bevriezen, we hebben het in de eerdere journaals al besproken. Dan krijg je zo'n harde ijslaag waar toch wel wat lastiger overheen is te schaatsen. Zogenaamd sneeuwijs. Maar wat ik al zei, ook heel veel water. Zijn op dit moment open ook omdat er gewoon heel veel wind staat, en dat is op dit moment misschien wel echt heel goed nieuws voor de schaatsliefhebbers. Want die oostenwind die zorgt er nu dus blijkbaar toch voor dat heel veel water nog goed open blijft, maar de oostenwind gaat afnemen, maar de kou die gaat verscherpen dus. Natuurreis, het gaat de komende dagen echt in rap tempo, ben ik van mening. Op dit moment staat de schaadstermometer echt nog helemaal onderop. Maar inmiddels kunnen we wel echt spreken over de eerste ijsvorming. En het gaat zoals gezegd heel snel. Als we kijken naar de computerberekening, de EPS berekening, de pluimberekening, gevend een naampje, Schaatsliefhebbers, kijken er veel naar deze dagen. Ja, dan zien we dat het de komende dagen koud blijft. Dit is de 0 gradenlijn en tot en met volgend weekend komt de temperatuur waarschijnlijk in Midden-Nederland niet eens boven het vriespunt uit. Een reeks met ijsdagen en de nachttemperaturen die mogen er ook zijn. Want we krijgen zelfs op uitgebreide schaal strenge vorst, ja, misschien wel zeer strenge vorst. En dan gaat het met een ijsvloer heel snel. Zit er verzachting aan te komen? Nou, er zijn wat berekeningen die laten zien dat na volgend weekend de temperaturen wat omhoog gaan, maar het gros van de berekeningen is en blijft koud. Dus die winter die zou nog wel eens even heel lang kunnen blijven in Nederland. De weerkaarten die hierbij horen zien er ook overtuigend uit met een krachtig hoge drukgebied boven het noorden van Europa. En dat levert dus flink wat ijs aan groei op de komende dagen. Zoals gezegd, vanaf vandaag zondag is het begonnen. Morgen ligt er al een aantal centimeters en dat wordt meer en meer. Zeker als in de loop van de week dus sprake is van strenge tot misschien wel zeer strenge vorst. We komen al snel in de buurt van de 10 centimeter of meer uit. En ik heb het ook de vorige edities al verteld. Dit is dan een waterpartij. Stilstaand water van een meter diepte. Sommige plaatsen daar gaat het allemaal wat trager. Maar als vanaf dinsdag woensdag de wind echt voldoende afgenomen is, dan zullen ook de grote waterpartijen in Nederland heel snel dichtvriezen. En dat betekent dat die schaatsthermometer, die nu nog heel laag staat, de komende dagen snel omhoog gaat. Slootjes, plassen en meren, dat komt al vrij snel in de buurt. En ja, die toertochten, we hebben natuurlijk met corona te maken. Dus hoe dat precies gaat uitpakken, dat zullen we later deze week merken. Maar vandaag zien we dus de eerste ijs aangroei. De komende dagen gaat het snel. En dat betekent, elke dag krijgt u van mij weer een update. Tot morgen.